Welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Noah en vandaag is een iets andere video dan normaal. Wij gaan van Lego een Siren Head namaken. Siren Head, je kunt jullie kennen hem vast wel. Met een heel lang iemand met twee sirenes op zijn hoofd. Die gaan wij namaken. En druk even op het like button hier beneden en op de abonneerknop, daar help je mij heel erg mee. En laten we maar beginnen. Het eerste wat je nodig hebt is zo'n klein nopje. En dan heb je zo'n ding nodig. Daar heb je er 1, 2, 3, 4. Daar heb je er 4 van nodig. 4 van dit soort dingetjes. En dan maak je er dit van. En dan dit nopje doe je aan de onderkant erop. Dus dat je hem zo hebt. Nou, dan heb je een skelettenvoetje nodig. En zo'n dingetje. Dit dingetje doe je op de bovenkant. Doe je het skelettenvoetje erop. Dan heb je het eerste been af. En dat doe je dan nogmaals een keer. Ik heb hem al eentje gedaan. Dan heb je daar 2 van en dan heb je een skelettenlichaam nodig. En dan klik je die beentjes hier onderop. Dus dat je hele lange benen hebt, net zoals Siren Head. Dan heb je dit al. Nou, nu de armen maken. Je moet trouwens wel een lichaam zijn met dit soort armpjes wat je dan zo eraan kan doen. Eerst wat je nodig hebt is een skelettenarmpje. En je hebt zo'n ding nodig. En deze. En die is 8 nopjes lang. En dan klik je dit ding hier erop. En dan hebben ze eentje van 4 lang en van 2 lang nodig. Die van 2 lang klik je aan de achterkant hier erop. Zodat je dit hebt. Dan klik je deze hier tegen. Dat je dit hebt. Nou, en dan heb je dat armpje. Het armpje, klik je hier, dit zijkantje, klik je er zo in. Dus als je het armpje daarin vast hebt, dan moet je wel goed aanduwen, dat hij er goed in zit. En dat heb ik dan, dat moet je nog een keer doen. Moet je nog een keer hetzelfde doen, maar dan spiegelbeeld. Dan pak je het lichaampje weer, klik je de armpjes in het lichaampje. En dan heb je dit. Nou, dan komt het grote. Het hoofd. En hoe we dat gaan maken, dat ga ik jullie laten zien. Dan ga ik even de blokjes pakken. Je hebt eerst zo'n pennetje nodig. Een kleine variant. Dan heb je dit blokje. En je hebt deze nodig. En dan klik je zo'n dingetje in, zo'n staafje. Doe je dit blokje en dit staafje doe je hierin, dat die zo is. Doe je die er doorheen, zo. En dit dingetje zetten we er hieronder op. Dan heb je 1 sirene wat Siren Head op zijn hoofd heeft. Kan je zelf ook afstellen. En we moeten een tweede sirene maken. Dat is iets anders. Daar heb je ook zo eentje voor nodig. Een staafje. En een nopje. Weer zo'n raar ding. En ik krijg hem even heel even niet van af. Het is iets lastiger. Maar ja. Je hebt een staafje nodig en eentje waar die er doorheen kan. Dan doen we dit. Doen we dit staafje hier. In de sirene zo. Dan moet het staafje wat erin zien te krijgen. Wacht even. Ik heb iets speciaals daarvoor. Ja. Daar zit hij. Dat hij er zo weer in zit. Net zoals de andere. En doe je dit ding weer hieronder. Dat je het zo hebt. En dan draai je een beetje zo. Zien jullie? Pak je deze stok. Moet je eerst deze sirene, moet je eerst deze een beetje hier erop klikken.
Dat mag je zelf weten. Maar je moet wel eerst die onderdoen. Het grote sirene. De iets kleinere. Die we net hebben gemaakt. Doe je dan wat hoger. En dan moet je het zelf een beetje mooi afstellen. Hoe jij het hoofd mooi vindt. Dat ga ik dus nu even doen. Dat ben ik eens even aan het doen. Nou, dit is dus mijn hoofd geworden. Dan pak je het poppetje weer. Klik je het hoofd erop. Met het knopje hieronder. Dan als je de schenen eens iets te hoog vindt of te laag. Dan mag je dat zelf aanpassen. Ben wel voorzichtig. Want anders breekt het misschien. En klik je het hoofd erop. En voilà. Voilà. Je hebt een hele mooie Lego Siren Head. Nou, leuk, goed dat jullie de video tot het einde hebben gekeken. En veel plezier met je Siren Head van Lego. En smash even dat duimpje beneden omhoog. En de abonneerknop. Dat helpt me heel erg. En ik zie jullie bij de volgende video. Later!